Zelfs kunnen we kort over zijn. Ik kan wel groot uitpakken aan een grote overwinning, maar wel alsnog hebben behaald. 4-1 is een grote uitslag voor onze ploeg. Maar over de eerste helft kan ik heel kort zijn. Die was beschamend. Ja, dat was een belabberde start van NAC inderdaad. Maar kan je aangeven, even de vinger op de zere plek leggen, hoe kwam dat? Geen idee. Je bent de hele week bezig met de ploeg neer te zetten en de ploeg passioneel te laten spelen. Zeker in thuiswedstrijden. Ik bedoel, slecht spelen wordt hier zeker geaccepteerd. Zonder passie spelen, zonder dwelkracht, zonder bereidwilligheid, samenhorigheid. Dat mag hier gewoon nooit gebeuren. Dat gebeurt de eerste helft, dus dat is zeer teleurstellend. Maar dat is nu wel al een paar keer achter elkaar gebeurd, hè? Dat de strijd er niet is die jij eigenlijk van je team verlangt. Dat is natuurlijk niet best. Nee, ja, nou goed, ik blijf erbij dat dat ook inherent is aan zoals wij beginnen. Hè. Wij beginnen dan slordig. 1, 2, 3, hele simpele bal verliezen. Wordt iedereen nerveus van het publiek, de spelers. Spelers gaan als individuen denken, niet meer als team. Ja goed, iedereen gaat zijn wedstrijdje spelen, vergeten de afspraken. Ja, en gaan dan ook in een energie gewoon omlaag. En dan krijg je zo'n een eerste helft. Maar goed, daar zijn geen excuses voor, simpel. Maar is dat vermoeiend voor jou om elke keer in de rust zeg maar weer boos te worden op de jongens en ze buiten spreken stijf te vloeken? Ja, dat begrijp ik ook niet. Hè. Waarom wacht je elke keer tot de rust, tot ik inderdaad zeg dat dit niet kan, dat ik alle hoeken van de kleedkamer laat zien en dat je de tweede helft eigenlijk, versta me niet verkeerd, zonder fantastisch te voetballen, ja, deze wedstrijd eigenlijk vrij makkelijk naar je toe trekt. Hè. Ik denk dat wij na 10 seconden met een duel beginnen, het publiek staat erachter en je houdt die sfeer, je houdt die attitude zowel in het publiek als in de ploeg. Dus het kan perfect. Ik vind als je speler van NAC, moet je heel goed het DNA weten, elke week opnieuw. En dat is starten met passie. We gaan het zo over de tweede helft hebben, want dat was inderdaad een goede tweede helft. Maar nog één dingetje over de eerste helft, want jij greep in, hè? Je haalde stans eruit, spoorkleden.